Kira, je moet wel opletten, hè? Plastic komt toch ook gewoon in ons lichaam terecht? Ik ga toch geen papieren rietjes gebruiken? Ja. Wat begrijpen jullie niet? Er sterven steeds meer dieren en er komen meer bosbranden en overstromingen. En wat willen we doen? De temperatuur verandert altijd. En wat wil je dat we doen? Het is ons probleem toch niet? Jawel, het is iedereen hun probleem. Waarom zijn jullie zo fucking egoïstisch? Ruby, let op die taal. Dat wil ik echt in dit lokaal niet horen. Ja, Ruby, met je hippie lifestyle. Weet je, dan ga ik wel ergens anders zitten. Zij zijn hier dan. Met de volgende kracht. Pak even de spullen. Ben. Het is wel lekker rustig hier. Na het debat. Was je aan het slapen? Ik was net opletten. Maar dat ik me ook zo kon afzonderen. Maar het lukt me nooit. Oké, jongens, gaan we spullen op voor de volgende opdracht. Gaan we werken in duo's. Ik neem aan dat ik dat aan jullie zelf over kan laten. Dus zoek even een partner om mee samen te werken. Hey! Zullen we vanmiddag de Nederlandse opdracht samen maken? Ik weet het niet. Ik werk meestal gewoon wel goed in mijn eentje. We kunnen het ook gewoon samen doen, want dan zijn we sneller klaar. Dus zullen we gewoon na school naar jouw huis? Ja? Oké. Okay. Nou, dit is een kamer. Je hebt echt een leuke kamer. Is dit Simply Red? Ja. Ik wist niet dat je daarvan hield. I'll keep holding on. Ik heb eigenlijk veel meer merch van. Als je het niet kan vinden, maakt het niet uit hoor. Nee, ik denk dat het wel beter ligt. Ik wist niet dat je liedjes zei. Waarom zit je in mijn spullen? Sorry, ik wist niet dat het iets privés was. Hi Ruby. Hi. Ik heb gehoord dat je met Kira praat. Ja. Ah, hoe aardig van je. Maar ze heeft niet voor niets geen vrienden. 2 jaar geleden of zo waren we vrienden, maar toen stopte ik met praten met haar. En ik was niet de enige. Veel mensen merkten dat ze alleen om zichzelf geeft. En als ik met haar praatte, dan luisterde ze gewoon niet. Alsof je tegen de muur praat. Dus je kan het wel proberen.
Maar ik weet zeker, het zal niet gaan. Ik denk dat ik wel zelf kan beslissen, Lucia. Oké, ik wilde gewoon een advies geven. Is Kira een slechte vriendin? Dat wist ik al lang. Ze heeft niemand nodig. Ze is liever alleen. Is Kira een slechte vriendin? Dat wist ik al lang. Hou gewoon je bek, Lucia. Ben je zo boos op Kira omdat ze niet jouw vriendin wou zijn? Heb je meer aandacht nodig of zo? Ik zou ook niet jouw vriendin willen zijn. Stop gewoon met deze rot dingen zeggen over Kira en leer eerst gewoon met jezelf omgaan. Wat is dit?